dat zei het wel. Hop, de gezicht in het beleg. Hey Dan, zulke potjes voor onze stekjes misschien? Nou, er wordt hier een partij aangemoedigd. Maandag en leuk dat je naar een nieuwe vlog keek. We hebben vanmorgen, zoals je kon zien, heerlijk wenteltips gegeten. Dus we hebben echt van genoten. Zoals je weet zitten we opgesloten in huis. Gisteren, dus in de vorige vlog, hebben we een coronatest gedaan. Omdat Daniel en ik allebei verkouden zijn. Emma ook, maar die laten we dan geen test doen. Dus het is wachten tot we iets horen van de coronatest. Voordat we weer de deur uit mogen. Ik kan niet thuis werken, Daniel wel, dus hij is lekker thuis aan het werk. En ik heb Emma voor mijn rekening, want die kan natuurlijk ook niet naar het kinderdagverblijf. Of een andere oppas of iets. Maar het feit is dat ze nu echt een mega lang slaapje heeft gedaan. Ik heb haar om 8 uur op bed gelegd. Het is nu 10:30 en ze slaapt nog steeds. Meestal wordt ze om 10 uur wakker, ging ik nu ook vanuit, maar dat was niet. Dus ik heb de hele vlog van vorige week al kunnen editen. Echt zo fijn. Dat betekent dat ik in haar andere slaapjes gewoon andere dingen kan doen. Voor white back jewelry of extra video's opnemen, want die heb ik op de planning. Dus dat vind ik wel echt heel erg fijn. Nu ga ik fruitje maken voor ons alle drie. Breng die bij Daniel gewoon boven en dan wacht ik tot Emma wakker is, zodat ik met haar fruit kan eten. En ja, veel plezier met kijken naar deze nieuwe weekvlog. Emma is eindelijk wakker. Het is 11 uur. Alsjeblieft. Lekker lieve, dank je. Ik ben weg ook beneden. Je bent weg bij je? Nee, in de, bij de bureau. Je bent weg bij het bureau? Ja. Oh ja, juist. Slaapkopje. Klein slaapkopje. Emmy, had jij zo lang geslapen? Was je zo moe? Hey! Hey lieverd. Hey lieverd. Hey, ik had je gemist hoor. Ja, ik dacht om 10 uur. Ik wil iemand knuffelen. Een heel klein meisje. Ja! Hey! Hallo! Hoi! Zeg maar hallo naar de camera. Hallo! Dag! Ja, goed zo! Ik ben Emma even extra vandaag aan de borst aan het leggen. Oh, drink maar meisje. Want ik geef haar eigenlijk maar 2 keer nog borstvoeding. In de ochtend en in de avond. En heel langzaam loopt het dan terug. En dan komt er een dag, dan denken we, oké, ik moet weer even een dagje veel aanleggen. En dan is het weer op peil. En vandaag is dat dagje. Soms denk ik stop met borstvoeding, want het is ingewikkeld. En telkens dat aanleggen een hele dag, ja, best wel vermoeiend. Maar ja, ik wil toch max tot haar eerste jaar borstvoeding geven. Nou ja, laten we zeggen dat dat ook al bijna is. Oktober. Ja, nog een maandje of anderhalf. Dus dat kan ik dan ook wel weer volhouden, denk ik dan. En het is ook een beetje quality time, hè, Emmy? Lekker saampjes. En ik geef haar dan nog een keer ook bij de lunch een half flesje. En na de tweede slaap krijgt ze ook een flesje en dat is dan poedermelk. Dus ik geef niet volledig borstvoeding. Vond ik met mijn werk heel onhandig en met kolven en moeilijk. En toen dacht ik, nou, poedermelk is ook goed. Dus vandaag hebben we even een lekker borstvoedingdagje. Ze werd een klein beetje boos na het borstvoeding, want er komt natuurlijk nog niet, ja, niet zoveel uit. Maar gelukkig heb je nu lekker fruit, hè, Emmy? Mama heeft ook lekker fruit. Eet smakelijk! Nou, het is wel duidelijk wat ze lekker vindt en wat niet. Mandarijntje is nog over en dit is gewoon de meloen. Ze stopt het dan wel in de mond. Maar dan spuugt ze het weer uit. Ik denk dat het nog te hard is. Hij is nog niet, hij is een beetje hard, hè? Is dat het misschien? Nee, nee. Niet in je mond. Nou, het spelen was van korte duur. Emmy was echt niet zo happy. Maar ik denk dat ze nou honger had.
Dus we zitten lekker aan de lunch. Wij hebben een broodje geitenkaas, honing en rucola uit eigen tuin. Als je moestuin hebt, is rucola wel echt een leuk idee, hè Daan? Het is zoveel. We kunnen elke week wel van eten, denk ik. Dat doen we niet. Één, dus we hebben best veel. Eén plantje moet je nemen misschien. Oh, één plantje. Hoeveel hebben wij er dan? Zes. We hebben er zes. Oh, of twee dan misschien. Ja. Twee. Dus mocht je moestuin willen, rucola is een aanrader. Als je het lekker vindt. Ik vind dat heel lekker. Jij ook, hè? En het is, ik vind het wel uit eigen tuin pittiger dan uit een pakje. Maar nu is het niet zo pittig, kom maar. Oh, nu niet. Misschien alleen aan het begin van het seizoen of zo. Geen idee. Nee. Maar ja, in ieder geval gaan wij lekker eten. Hallo, het is een stuk later op de dag. Wel geteld 5:30. Ik heb het avondeten gemaakt. Stoere vrouw. Oh, Emmy is wakker. Weer heeft ze heel lang geslapen, maar tussendoor was ze even wakker. En ik heb mijn, niet mijn gereedschap, Daniels gereedschap gepakt. Want ik ga naar de tuin om een struik weg te zagen. In de vorige vlog vertelden we jullie al kort dat we een perenboompje krijgen. En daarvoor moet eerst een struik weg. Nou mag Daniel nog steeds niet echt fysiek werk doen. Dus doe ik het. Ja. En ik denk dat ik het kan. En hoe lang denk jij dat ik bezig ben? 2 uur denk ik. 2 uur. Ik denk... We gaan over 3 kwartier eten, een uur eten. Ik denk dat ik voor het eten klaar ben. Dus ik ga heel snel aan de slag. Ik denk dat het een beetje... ja. Dat ik mezelf hoger inschat dan dat ik ben. Maar het hangt ook af van hoe diep de wortelen zitten natuurlijk. De struik. Ik hoop dat jij niet zo diep geworteld bent. En natuurlijk doe ik dit op mijn sloffen. Dat snap je zelf ook wel. Dit is het monster waar het om gaat. We hebben hem al gesnoeid, maar nu gaan we dus ook zagen en de wortels eruit halen. En met we bedoel ik eigenlijk. Oké, de timer gaat nu aan. Nou, dit gaat me niet in een uur lukken. Er zitten dus best wel veel wortels. Ik heb deze al doorgehakt. Maar die zit hier. Ook een wortel. Ja, als dat overal zit, dan gaat dat me niet lukken in een uur niet, nee. Nou, er wordt hier een partij aangemoedigd. Maar er zit beweging in de stronk. Dus just in case zet ik de vlogcamera aan. En stel je voor dat ik hem er zo uittrek. Geloof het of niet, maar op het moment super even viel de camera uit. Nee, maar hij is eruit. Ik zal het laten zien. Tadaa! Daar ligt de wortel of kluit, ik weet niet hoe je het noemt. En daar zit het gat voor ons peerboompje. En nu is natuurlijk de vraag. Hoe lang heb ik erover gedaan? Hoe lang heb ik erover gedaan? Wil jij het zeggen, Naantje? Niet doen alsof je opeens een boek aan het lezen bent. Hoe lang heb ik erover gedaan? 1/2 uur. Ja! Goed zo, lieverd. Ben je trots op me? Heel trots. Dank je. Emmy, ben je trots op me? Ja? Au! Ja, ik heb ook honger, maar we moeten nog even wachten, Emmy. Ik heb heerlijk zin in preitaart na dit harde werk. En na al die borstvoeding trouwens, krijg ik ook honger van. Oh! Ik kan niet wachten. Maar we moeten toch nog even wachten. Een welverdiende maaltje. Ik heb het al helemaal door elkaar gehusteld, maar het was echt een taart. Een preitaart. En Emmy heeft ook lekker eten. Film mijn, Eet smakelijk. Ja, ja, ik heb hem al gefilmd. Oh. Eet smakelijk. Er zit iets te veel kaas in, maar vonden we niet per se een probleem, toch? Oh jongens, ik ben nu eigenlijk al klaar met die quarantaine. Oh, ik zou het liefst even naar de supermarkt gaan om wat te halen. Eventjes dit doen, eventjes een wandelingetje met Emma maken. Maar dat is niet van toepassing. Ik dacht ik doe lekker een sjaal op voor mijn keelpijn. Geen idee of het helpt. Maar ja, we gaan gewoon lekker weer een dagje thuis zitten. Maar ik hoop wel dat ze vandaag bellen met de uitslag. Maar
Ik wil jullie iets laten zien. Of eigenlijk wil ik dat Emma jullie iets gaat laten zien, want het is te schattig. Jij kan... Oh jee. Emmy, jij kan een liedje de beweging een beetje. Let op. Ik weet niet of ze het gaat doen als de vlogcamera in beeld is. Emmy. Klap eens in je handjes. Blij, blij, blij. Ja, zo varen de scheepjes voorbij. Ja, en je moet ook nog op je boze bolletje. Goed. Klap eens in je handjes. Klap eens in je handjes. Blij, blij, blij. Op je boze bolletje. Allebei. Handjes in de hoogte. Handjes in je zij. Ja, zo varen de scheepjes voorbij. Zeg jullie het? Ze doet klappen in de handjes en dan gaat ze zo heen en weer. We zijn er helemaal klaar mee met de quarantaine. Of niet, Emmy? Of Emma wil graag met de camera spelen. Dat kan ook. Maar ik ben er wel een beetje klaar mee. Gemiste oproep van de corona, maar Daniel is negatief. Emmy, ze bellen me nog even terug. Ik had echt, ik snap niet, want mijn geluid stond wel aan en hij lag hier in de buurt. En een order, dat is leuk. Nou, wij gaan spelen. Oh. Jongens. Weten jullie wie er pas om 7:30 wakker werd? Ja, Emma! Nou, we weten niet wat ons overkomt. Ik was gewoon om 6:30 wakker hoor. Hier. Dus dat is wel even lekker genieten. Mag voor mij altijd wel. Nu gaan we lekker yoghurtje drinken, Emmy. Wij krijgen zo ook ontbijt. Of ik krijg zo ook ontbijt van papa. Heb je net een beetje... Ja, net heb je een beetje borstvoeding gehad. Wat een goed verhaal. Yes jongens, ik heb een negatieve corona-uitslag. Dus daar ben ik heel blij mee. Daniel had hem natuurlijk al, maar ik ben gisteren ook gebeld. Ik heb de test ook negatief gehaald. Hoe zeg je dat? Dus we zijn gewoon verkouden. Dus dat is wel heel erg fijn. Of in ieder geval toen we de test namen. Maar dat betekent in ieder geval wel dat we weer naar buiten mogen. En dat heb ik gisteren ook gedaan. Ik heb de pakketjes op de post gedaan van de closet stil. En verder wel gewoon binnen gebleven. En s'avonds hebben we nog met elkaar kleine wandelingen gemaakt. Om de eendjes te voeren met uitbrood en afval weg te gooien. Dus zijn we even allemaal naar buiten geweest. Verder, met Emma gaat het heel goed. Ze is heel erg aan het springen. Ik weet niet of ik dat zo zeg trouwens. Maar ze heeft dus een sprongetje gehad dat ze echt chagrijnig was. En veel aan het piepen. Dat was al eigenlijk wel 2 weken echt wel weg. En nu gaat ze opeens allemaal nieuwe dingen doen. Ze pakte gisteren het loopwagentje en ze liep ermee weg. Nou ja, net kun je dat ook zien dat ze dat net dus even deed. Ik heb ook op Instagram wat geplaatst. Echt super leuk. En gisteren zei ze opeens, mama? Emmy, zei je mama? Niet dat ze mij riep of zo, maar ze zei het wel. Ze zei het wel. En heel veel dingen dat ik denk, wow, ze kan nu als we zingen klappen ze in je handjes. Ik weet niet of ik dat gevlogd heb. Klappen ze in je handjes, dan doet ze dus de handjes hier van handjes in je zij. En soms doet ze dan ook nog zo. Keileuk. Dus ze krijgt echt een beetje door dat, nou ja, ze groeit gewoon heel snel. Ze is ook al bijna 1. Jongens. Ik denk dat Emma door heeft dat de korstjes, ja, niet lekker zijn. Zal dat het zijn? Geen idee, maar ze eet sinds kort als ik de broodje helemaal zo geef. Soms doe ik hem ook gewoon in stukjes op de bord, zoals het eerste broodje. Dan eet ze de korstje wel. Ja, ze gaat het zo eten. Hop, de gezicht in het beleg. Lekker, Emmy! Is het lekker? Ah, het ziet er moe uit. Maar dit is ook nieuw. Nou, leuk. Ze eet het wel allemaal op. Ook de korst uiteindelijk, maar... Ja! Gekkie. Goedemorgen, het is zaterdag weekend. Gisteren heb ik gewerkt en zijn we ook nog bezig geweest voor de tuin. Dus ik heb niks gefilmd. Het komt allemaal in de tuinvlog. Het wordt heel leuk. Vinden wij zelf. Vandaag gaan wij op pad. Emma is lekker de fruit aan het eten en wij gaan zo ook fruit eten. Oeh, Daan, je moet zo even je outfit laten zien. Ik vind het zo leuk staan. Daniel is normaal altijd... In het zwart eigenlijk, toch? Zwarte trui met een zwarte broek of een zwart shirt met zwarte schoenen. Af en toe een gekleurd shirt. Maar toen we in Frankrijk waren, heeft hij dus deze denim blouse gekocht.
vintage. Dus dat is ook voor Daniel nieuw. En die vindt het zo leuk staan. Dus ik zeg, daar kunnen we meer van scoren. En over vintage gesproken, wat een brug. We gaan straks naar een kringloop. We gaan naar kringloopcentrum Eemnes in het Gooi. Ik heb daar wel eens Mee van der Pijl. Ik weet niet, misschien volgen jullie haar. Die is daar dus ook een keer geweest. En het schijnt dan dat daar wat mooiere dingen zijn. Omdat het natuurlijk een wat een buurt is met wat rijkere mensen. Dus ik dacht, leuk, ben benieuwd. En we gaan even kijken of we dan daarna doorgaan naar nog een kringloop. Of misschien een tuincentrum of naar huis. Maar we gaan eerst die ene doen en dan kijken we ook even wat Emma ervan vindt. En hoe lang we bij de eerste kringloop zijn geweest. Zin in! We zijn er! Ik heb ook even wat kleding ingeleverd en nu gaan we kijken wat we hier hebben. Ben benieuwd. Hey Dan, zulke potjes voor onze stekjes misschien? Voor de stekjes. Ja, maar we moeten groter. Ja, maar echt voor die stekjes? Grote potten hebben ze niet zoveel. Ja, kijk, want dan kunnen we die stekjes. Deze is ook heel gaaf. 2,50. Een bootkoek voor hem, jongens. Dat vind ik wel echt heel leuk. Nu ga ik even bij de trommels kijken. Ik heb een shirtje, een blouseje en een broekje. De broek zit echt te strak en het shirtje vind ik ook net niet. Ja, net niet mooi. Ja. Deze vind ik heel leuk. Leuk, hè? Ja. Het is inmiddels al heel wat verder. De kringloop was wel leuk, maar niet per se leuker dan een andere kringloop, omdat het in het Gooi was, vond ik. Danny heeft boodschappen aan. Er is fruit genoeg. Ik heb schoongemaakt en hij heeft geslapen. En ik dacht, ik laat nog heel even zien. Holy moly. Dit neem je niet. Dit is toch, dit krijgen we nooit op. Dit krijgen we niet eens gesneden. Wat een ellende. Nou, wat we hebben gekocht. 4 potjes, want we hebben een kraamkamertje. Dit is ons kraamkamertje met een aloe vera en pannenkoekenplant en een monstera. En die gaan allemaal heel goed, dus die willen we eigenlijk overpotten in andere potjes. Dus daar zijn deze onder andere voor. Ik heb dat ene blouse gekocht met die matte liefjes, dus die ga ik lekker wassen. En dan kan ik die van de week hopelijk aan. Ik vond een bakblik voor boterkoek. Echt heel erg leuk. Hij was ook maar 40 cent. Dus die ga ik even opwassen. En dan kan ik die gebruiken. Ja, ja. Ik ga binnenkort lekker een boterkoek maken. Daniel heeft nog een ijzerzaag. Het is maar wat je leuk vindt. En hij heeft, maar die heeft hij al weggebracht denk ik. Oh nee, een gewone hark. Hier. En een verticuteerhark. Oh, je zag al een beetje van de tuin. Gras. I know, keileuk. Maar goed, ja. Ik ga plassen, want ik moet al heel lang plassen. En dan zien jullie ons wel weer. Wauw. Emma ligt op bed. Daniel is net de deur uit, want die gaat... Ik zwaai nog even, maar hij zag het niet. Die gaat gezellig met een vriend wat een biertje drinken of zo. En ik... Ik heb voor mezelf een snackpakje gemaakt. Lekker wat popcornjes met chocolaatjes. En ik ben een theetje aan het zetten. En dan ga ik heerlijk een slecht film kijken. Oh ja, eerst nog even dweilen. En dan boven op bed onder de dekens. Heerlijk een slechte meidenfilm kijken. Dus ik zie jullie morgen. Hallo, het is inmiddels al avond. We hebben een leuke dag gehad. Vanmiddag was Daniels zus met haar gezin er. We komen net van mijn ouders vandaan. En die buurvrouw van hun, die hadden een perenboompje voor ons meegenomen. Deze. Die was anders weggegaan. Vanwege corona zijn ze niet verkocht, bladibla. Dus die kon je dan ergens ophalen. En ze heeft een voor ons meegenomen. Ik denk dat ik hem hier wil. Zo. Maar even kijken wat Daniel ervan vindt. Wat vind jij ervan?
maakt het je helemaal niet uit. Wil je een lekker peertje ervan? Ja, er zitten nog geen peren aan, Emmy. Iets naar links? Ja, dit. Is dit leuk? Iets verder. Ja, zoiets. Emmy, gaan wij nou lekker in bad?